In ons land is er een groot woningtekort en dit zal zeker tot 2030 een probleem blijven. Om aan de behoefte te voldoen, zet het ministerie van BZK zich ieder jaar in voor het realiseren van 75.000 woningen. Ondanks de woningnood is het sommigen toch gelukt om hun droomplek te vinden. Hoe wonen zij en wat maakt hun plek bijzonder? Vandaag gaan we op de koffie bij Casper van der Kaai. Ik woon hier met mijn partner in een tiny house in Den Hoorn. Het bijzondere aan ons tiny house vinden we ons eigen bad. Je kan er niet in liggen, dat is wel duidelijk, maar we hebben wel een bad. Eigenlijk is het de allergrootste 3D-puzzel die we ooit in ons leven hebben gemaakt. Het was nog wel een heel gevogel omdat het allemaal op de 100ste millimeter gefreesd is. Ongeveer 2,5 jaar, iets eerder eigenlijk, kwam de vraag op van we willen eigenlijk weg uit Den Haag. We wouden meer het groen in. En als je dan kijkt naar wat er te kopen is, ja, dan is er nagenoeg helemaal niks te vinden wat betaalbaar is. Tiny House is heel fijn, want we wonen in een soort van mini-villa, nu in het groen, in de Randstad. En we hebben het gewoon met de gemeente voor elkaar weten te krijgen. En dan heb je zoiets als dit, zeg maar. Ja, dat is te gek. Dat is helemaal wauw.